produire avec plus d'efficacité, pour être une entreprise manufacturière encore plus compétitive, voilà ce que propose Made Different, le programme de transformation d'Agoria et Cyris. De plus en plus d'entreprises ont mis le cap et s'engagent dans l'une des 7 transformations du programme Made Different. L'une de ces entreprises est EDEA. Ik ben Geert Anschotter. Ik ben de managing director, de eigenaar van EDEA. EDEA ontwikkelt en produceert elektronische besturing voor machines en apparaten. EDEA is gevestigd in Kalmthout, ten noorden van Antwerpen. En wij zijn al sinds lange tijd lid van Agoria. En sinds 2016 ook Factory of the Future. Wij zijn eind 2012, begin 2013 in het verhaal ingestapt, omdat we toen gestart zijn met eigen productie. Industrie 4.0 heeft ons heel wat bijgebracht. Te denken aan automatisering, digitalisering, innovatieve arbeidsorganisatie. Op welke manier stuur je mensen aan? En dat vormt eigenlijk de hoeksteen om concurrerend te kunnen zijn ten opzichte van lage loonlanden. We hebben binnen ons bedrijf heel wat innovatieve productieprocessen lopen. In die zin dat we heel wat processen zelf ontwikkeld hebben. Dus met standaard bouwblokken, die hebben we aangepast. En op die manier, ja goed, spreek ik toch wel van heel innovatieve processen binnen het bedrijf. En dat gaat verder, ook naar onze mensen toe. Het is zo dat zij cross-functioneel opgeleid zijn. En dat zij dus ook verschillende stappen in het productieproces aankunnen. En op die manier maakt dat het werk voor hun verschillend, aantrekkelijk ook. En kunnen ze zelf aangeven van hoe lang, welke stap dat ze doen. We hebben zeker hulp gehad, onder andere via Agoria. Zijn we in staat geweest om bij heel wat andere bedrijven te kunnen gaan kijken. En op die manier de best practices van al die bedrijven eruit te kunnen halen en hier te kunnen toepassen. En ook met Cyris zijn er in het verleden, maar nu nog altijd verbeteringstrajecten aan het lopen om op die manier steeds de lat hoger te kunnen leggen. De belangrijkste tip die ik kan geven is van oké, goed, verlaat de vier muren van je bedrijf en ga kijken hoe anderen de zaken aanpakken. Misschien in heel andere industrieën, maar je steekt er altijd wat van op. En dus de best practices, de goede dingen, haal die eruit en implementeer die binnen je bedrijf. Les entreprises manufacturières, soucieuses de réussir leur transformation vers l'usine du futur, peuvent s'appuyer sur des partenaires de choix. Agoria, avec sa vaste expertise en transformation et sa manufacturing community. Cyris, qui offre une plateforme unique pour tester et développer des innovations. Digital Wallonia, qui fixe le cadre dans lequel s'inscrivent toutes les actions du gouvernement wallon en matière de transformation numérique. Vous aussi, vous êtes prêt pour la transition nécessaire vers l'usine du futur? Si c'est le cas, prenez rendez-vous maintenant avec l'un de nos experts en transformation.